Ik sta hier in het Naardenmeer samen met Hanne Tersmette van Natuurmonumenten. En hier in het Naardenmeer zijn de afgelopen tijd heel veel laagveenherstelmaatregelen uitgevoerd. En Hanne, wat is hier zoal gedaan? Nou ja, kijk Joeri, het is hier nu heel erg open. Maar van de winter stond hier nog allemaal bos op, wat je hier aan de randen nog ziet. En we hebben hier 8 hectare veenmoers rietland hersteld. Zo. Aan één gesloten, dus dat is best wel uniek. Dat is best wel een behoorlijk stuk. En Wat zijn al de eerste resultaten die je daarvan ziet, van dat herstel? Nou ja, eigenlijk wat mij meteen opvalt nu ik hier sta, is dat jonge riet wat alweer opkomt. Het was hier best wel een kaal slag, dat je ook wel een beetje denkt, oh, komt dat goed? Weet je, is toch spannend. Maar je hoort de kikkers al, de grote zilverreiger laat zich hier al heel veel zien. Kievieten die buitelen hier al over het veld heen. Het is best een grappige soort wat dat betreft, hadden we niet meteen verwacht. Ja, op zich, so far so good. Ik denk dat dit volgend jaar een prachtig veenmoers rietland kan zijn, waar de roerdom zich thuis voelt. Ringslangen zich thuis voelen en dat het weer een mooi paradijsje wordt. Nou, dat is een hele mooie vooruitzicht voor de toekomst in ieder geval. En, met een hoop bijzondere soorten ook nog in het vooruitzicht. Zeker weten. Tof.